Kijkers van Loek TV, goeie avond en leuk dat u kijkt. We zijn op het ogenblik in de Sporthal Margriet. En het is net een beetje of je kijkt naar een surrealistische film. Want er zijn hier tientallen, dan wel honderden mensen aan het jong leren. Naast mij staat Simone Willems en zij weet daar alles van. Simone, goeie avond. Hallo. Ja, voor de mensen die hier binnen zouden kunnen kijken, die zouden denken, wat is hier in vredesnaam allemaal aan de hand? En jij weet dat. Ik weet dat, ja. We hebben het met een clubje van 10 georganiseerd. We hebben hier de Europese Jongleerconventie georganiseerd, oftewel het Europese Jongleerfestival. We hebben op dit moment ongeveer 3000 mensen binnen. Dus het zijn inderdaad iets meer dan de 10 of 100-tallen die je noemde. Een aantal zijn ook weg bij de shows. En er zijn hier mensen uit Nederland, Europa, als ook uit Brazilië, Argentinië, Japan, zelfs Nieuw-Zeeland. Allemaal naar Schiedam gekomen om een hele week lang, echt van 4 tot en met 11 augustus, met jongleren bezig te zijn. Hoe heb je al die mensen eigenlijk benaderd en zo gek gekregen om hierheen te komen? Nou, het is al voor de 24ste keer. De Europese Jongleerconventie heeft een rijke traditie. En al die mensen hebben we ook benaderd via de EJA, de European Juggling Association. We hebben representatives in elk land van Europa, als ook daarbuiten. Wij hoeven alleen maar één e-mailtje te sturen. Alle informatie wordt verspreid. En de representatives verzamelen weer alle mensen, als ook het geld zelfs voor ons, voor de voorinschrijving. Dus op 15 juni hadden we al 1700 voorinschrijvingen. Ik heb de afgelopen dagen door Schiedam tientallen, misschien wel honderden, zoals je zegt, jongleurs zien lopen. Het lijkt me toch een hele organisatie om die mensen zeg maar allemaal onder dak te krijgen, te eten te geven. Hoe doen jullie dat? Nou, dat klopt. Daar zijn we inderdaad een hele tijd mee bezig geweest. We hebben ongeveer een jaar met de voorbereiding zijn we drukdoende geweest. Op dit moment hebben we de sporthal in de Margriet, zoals je ziet, 24 uur per dag open. De Groenhoordhal hebben we geregeld tot 10 uur 's avonds. Het hele Beatrixpark is door ons in gebruik, dan wel in bruik leen. Gedeeltes toegankelijk voor het publiek, gedeeltes afgesloten. Sportvelden bij ODI, DWS, PPSC, allemaal in gebruik als camping. Een heel groot gedeelte afgehekt. Sorry. Een heel groot gedeelte is omheind, zodat daar onze circus tenten kunnen staan. Dus een lint van marktkraampjes met winkeltjes door het park heen. Dus het is een groot evenement. Wat ik bijzonder knap vind is dat wanneer je normaal gesproken iets in Schiedam organiseert, dan is het al moeilijk om bij wijze van spreken iets op één pleintje te krijgen. Jullie overtreffen wat dat betreft elke organisatie die hier bezig is geweest. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik weet in elk geval wel dat we alle medewerking hebben gekregen van de gemeente Schiedam. We zijn ook in een vroeg stadium al naar de gemeente toegegaan. Gezegd van nou, dit is wat we van plan zijn, dit is wat we willen, nodig hebben. En zijn jullie bereid om ons te helpen daarbij? En ik vind dat echt een applausje waard. We hebben heel veel medewerking en nog van de gemeente met de politie, de brandweer, om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Nou, dan is datgene wat mij opvalt, is dat deze mensen niet voor publiek spelen, maar ze doen het allemaal voor zichzelf. Hè? Ze zijn onder elkaar, jongleurs onder elkaar. Klopt, er zijn inderdaad heel veel mensen bezig voor zichzelf. Het is daarom ook een conventie, wat betekent dat vooral de uitwisseling en het leren van vaardigheden, nieuwe trucs voorop staat. Mensen zijn hier inderdaad dag en nacht aan het oefenen. Maar het is wel degelijk ook iets voor het publiek. We hebben een aantal dingen in het park. Er zijn morgen is op donderdag 9 augustus de grote galashow, waar nog steeds kaartjes voor te koop zijn. Die is ook hier in Sporthal Margriet om 5 uur en 8:30. En daar mag wat mij betreft iedereen uit Schiedam komen. Zijn dit nou allemaal hobbyisten? Nee hoor. Dit, wat u hier ziet is zowel van absolute beginners tot en met vergevorderd professional. Nou, deze mensen komen dan hierheen. Wat zijn eigenlijk tot nu toe zeg maar de grootste zorgen die jullie als organisatie hebben? De grootste zorg is denk ik dat iedereen gewoon droog blijft op dit moment. We hebben speciale planken. Ja, het komt op hele basale dingen neer, maar het is gewoon een modderprobleem. We proberen en het park netjes te houden en onze mensen droog te houden. Dus daar proberen we gewoon goede voorzorgsmaatregelen voor te nemen. Planken, wat ik net zei. Is de bedoeling dat dit trouwens een jaarlijks terugkerend evenement in Schiedam wordt? Nee hoor, het is jaarlijks terugkerend in een ander land van Europa. Laatst geleden in Nederland was 12 jaar geleden in Maastricht. Dus wat dat betreft hebben we hier Schiedam toch een aardige primeur of iets heel groots in huis, zonder dat we het eigenlijk een beetje weten, denk ik. Dit is een heel uniek evenement. Klopt. Yeah.
zo, kijkers van Loek TV. Dit is eigenlijk de meest vreemde ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan. We dachten een onbeduidend festival in Schiedam. En u moet zich voorstellen, wat we vanavond gezien hebben was veel groter dan brandersfeesten, culturele festivals bij elkaar. Alleen het was niet toegankelijk voor het publiek. Er waren duizenden artiesten hier. En die hebben eigenlijk een beetje hier privé hun feestje gehad in Schiedam. Aan de ene kant heel jammer. Aan de andere kant, voor de mensen die er toch doorheen zijn gekomen, die hebben een fantastische avond of fantastische dagen hier gehad. Nou, wij hopen in ieder geval door middel van deze reportage van Loek TV dat u in ieder geval een aardige indruk heeft gehad van het Europese Jongleursfestival. Dit was Loek TV Schiedam. Graag tot de volgende keer.